Nou jongens, ik ben helemaal content hiermee. Het staat nog even uitlijn dat ik nog even de vingers er nog in de maat. Voor de foto, dan is het wel lekker bal. Maar ja, dit is toch vet. Dus ik hoef er ook maar zo weg hebben willen, man. Echt vet cool. Ik ben in de studio. Hier dit gebeuren. Ben je het geleefd, Florian? Florian, durf je het aan met ons? Ja. Goeiemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Nou ja, het zit zo. Ik ga het volgende op de planning. Ik ga van Jonne een fotoshoot met mijn zus en mijn zuske. Want u schijt een mem binnen haast 40 jaar trouwd. En dan wonen we hun graag een fotocadeau aan. Dus dat is hartstikke leuk. We gaan in het zwart. Dus daar maak ik alvast een zwart shirtje aan. Het is pas jong, maar ik ga van de morgen naar de kapper. Want die zal even de krul in hier zetten. Ik ga nog wat extra kleerlijn. We zoen in het zwart, maar we had ik nog een wit setje. Dus dat ga ik kleerlijn. Misschien nog een ketting. Ik maak mijn schoen nog even weer poetsen. Hoe zoet ik oors. Niks nieuws aan de zon. Make-upjes ga ik klaarzetten, dan kan die jou nog even mij. Ik ga nu ook alleen wat opdienen, maar dan, nou ja, eventueel kan Ilse jou nog even de finishing touch doen. En dan gaan we dus op de foto. En het idee is om een soort van trial-look te maken. Want nou ja, we zijn dus met traaien vrouwen. En dan, zoals het nou staat, de helte van het gezicht. En mij een donkere achtergrond. Dus ja, ik ben eigenlijk wel heel nieuwsgierig hoe dat wordt. Ik had er wel nog 10. En vanmiddag had ik Jara en Saka. Dus even wat leuks dan met de jeugd. Ik neem je mute bij mij. Vergeet je hem net te abonneren en te liken. Oh ja, nog even heel wat oors. Ik heb hem van de week verteld over, dat we bezig zijn met een kriesnummer. Nou, dat gaat hartstikke goed. Zoals nou is die Ilse en ik dat mooi opnemen. Maar er komt dus ook een clip bij. En die clip doen we echt een beetje in dat ja, retro Christ-stijltje dan. Dus echt mij dat reet en green. En nou wie ik juster bij me kwam hem. En die zei, ach, nog vroeger hier kijk zo'n jurkje. En die is echt zo schattig. Check dit. Echt retro, retro. Echt van dat fluweelachtige en nou ja, nou, precies die kleuren. Alleen nog hier is Ildo vies te grut. Dus ik moet even zien als ik een beetje innemen kan. En dat het dan nog wat is. Dus ja, het zou heel mooi zijn dat Ildo die oren haar kinderen zo. En nou ja, oors is net oors. Dan hing ik hem mooi ergens deel van de sier tijdens de clip. Maar ik vond het idee gewoon zo leuk. Dat hij dan al 50 jaar oud is. Dat Beb Sjoutje hem 50 jaar lien hoorn had. En nou ja, het idee is zo wel heel leuk bij. Maar nou ja, discutabel dat dat mooi wordt en dat dat passend is. Maar in ieder geval, nou, mooi. Dat nog er is. En nou, ik geef mijn best aan om te zien dat ik hem passend krijg in. Laten we het daarop houden. Het veske gaat goed. Mijn stem, nou ja, zat je hem jaren krijgen, die daar nog wel een beetje. Dus ja, als ik hem even van hem voorzang, maar ik denk dat ik toch beter mijn stem even een beetje sparen kan. Zodat er mooi op de plaat komt, want dat is wel een beetje belangrijk. Gelukkig gaat Ilse mij, dus die kan me een beetje ondersteunen. Die kan eigenlijk volle mooie jongen. Alleen ja, nou ja, ja. Nou, dus dan maakt hij maar wat meer in jongen. Je mag maar even zien hoe het komt. Maar ja, neffens mij wordt het nummer hartstikke leuk. Dus ja, ik word je hem heel graag jaren, maar dat doe ik net. Dus ik hoop dat ik je morgen even mij naar mijn kind, dan het echt even jaren kennen, mij de muziek erachter en dat soort dingen. Dus dat is zo leuk zijn. Nou, zoals ik zei, ik neem je bij mij. Nou, ik ben in Dokkum. Ze zien dat er nog wat leuks maken werken van hier. Zit ik net doorheen. Er is echt een toppertje op hier gebied. Dus nou ja, nou nog zacht. Ik laat je maar zien hoe het worden is. Goeie! Goeie! Ahoy! A few moments later. Nou jongens, dit is het resultaat. Nou, je was jouwtje. Dit is was. Zij ging er door wel uit. Dat toch? Eigenlijk maak ik nou op stap. Je maakt op paard. Je maakt op paard. Hey, hartstikke bedankt. Graag dingen. Nou jongens, ik ben helemaal content hiermee. Het staat nog even uitlijn dat ik nog even de vingers er terug in de maat. Voor de foto, dan is het wel lekker bal. Maar ja, dit is toch vet. Dus ik hoef er ook maar zo lekker willen, man. Echt vet cool. En het dus weer oert aan de waarde van de dag. Nou, mijn stem is echt nog net optimaal. Dus ik mag toch nog wel even een keelsnoep gaan. Oh. Liefje, die daar nog in. Hallo. Where are you? Ja! Kist je van de groen eten, zo van lijken. Maar dit zijn speciale snoepjes van, wat zit er nou op? Keelsnoepjes. Van kriebelhoest en kortdurige heesheid. Nou, ik denk die maak maar aan. Want Mo mag al even zingen, hoor. Maar bij het waskopvouwen hoef ik mijn stem net te broeken, dus dat klinkt nog wel in, hoor. Dus daar zit ik eerst mee aan de slag. Hey, dat mag wel liggen, hoor. Lang leven de wask. Ah, hier is het goed bij. Ja. Ah, Grete Boef, kom maar. Kom eens kijken. En jou het mooie hoor dat er naar boeten wil, dat er naar binnen wil, dus dat is wel echt ideaal. Kom eens. Kom hier eens. Hey schat, Wie is er lekker op een boetenbordje geweest? Ah, man. Waar is die bal? Tja, pak. Vast. Pak hem, jongen. Pak de bal. Waar is de bal? Vast. Dit is leuk. Fuska. Zal even bezig. Ja, ik ben in wasgevallen. Speel je met zelf bordje, hoor. Dat is stom. Zo, denk een bordje bij mij. Jokte? Ah ja, zo mooi wat het is. Brengt wel weer fleuren in het leven ook. Plaats weer stikken om dit beest. Dan komt er daar weer mee ontslepen, dan daar weer mee ontslepen. Hele druktes op pup, maar echt wel weer heel leuk. Net tot ik het in is. Nou, de oren twak. Jeugd ga ik weer ophellen. Jaren en zaken. Ze ben er. Help. Ja, ik help. Komt u maar! Loos had nog een naamplaatje op haar. Ja, die is me al chillen. Ik zet de jeugd even los, Helly. Wat zeiden ze toen, Jara? Dit wordt even goed, Jara. Ik heb eens een keer mijn kloppen en dan mijn straatdag nog een link of zo. Mij zendt mij een telefoon, net op televisie, mij zendt op tablet en mij zendt gamen. 2 dagen je schermkes. Oei, nou dat werd wel heel lastig, denk ik. Ik denk dat dat heel moeilijk werd, Jara. Dan pas als die in de gaten hoe vaker ze erop en erachter zit, denk ik. Nou, de band is je mooi aan het, gitaar spelen. Maak ze er mooi muziek? Mijn plektrum. Dat is zitten met mijn vingers. Ja, met daar een plektrum mee een opziekje. En dan moet ik mijn stem, mijn eigen stemapparaatje. Ja, dat mij wel. En? Nee, griepding. Dat griepding. Nou, maar stel speel zijn een opziekje. Ik zal weer spelen. Die dan? Oeh, zal tante die eens even helpen? Ja. Dat is wel moeilijk, hè? Ja. Tante helpt die. Dit is een shimmert hangen. Zullen we er al je uit? Ja. Alles door de kap. Stuk is dit gewoon een streepjes in, sure. Dit zie je hier. Sure, er zitten die blauwe streepjes met 12 dezelfde. Die? Nou, maar de fotjes nog zie ik je van die, hè? Zo is het, 12 blauwe streepjes. 12 blauwe streepjes. Kijk nou, wat is dat? Tje. Dat is een leeuw. Leeuw? Ja. Ja, maatje nou maar in. Ja, dan ik zal even een TikTokje bij maatje. Ik kan even een muziekje hoor. Oké. Dan doe ik dat. Begin weer. Nee, dat is steeds. Maar is dan dat hij is. Oh, gelukkig. Oké, dan is het steeds het. Oké. Ja, moet ik nog weer? Ja. Nee, oh, je zit op verkeerde stand. Oh no. Opnieuw. En zo, oké. Goed beeld. Ja. De rust is wederkeerd. De bandjes ben we naar huis van Lafina. Wie zal nou nog even wat eten bij Ilse en Chibber. En even het hier weer even, nou ja, even een beetje optischje en even make-up bijwerken. En dan gaan we aan naar layout voor de foto. Ik ben heel nieuwsgierig wat het werd. Oh! Dit is zo leuk, dat is nou vals. Zo, guys. Ik dacht met die tafel lekker naar de video. Ja, die weer eraf. Piep, 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 piep. Nee, beeldmateriaal. Nou jongens, we zijn in de sminkend hier. Ik ben natuurlijk al lang klaar, hoe dat is volgende gebeurt. Ah, oh nee, dat zie ik vanmorgen al eerder dingen, dat is net eerlijk hè. Dus, en dan gaan we aanstaan op naar Ljout. Daar gaan we naar de studio, want daar is Florian en die gaat dus op de foto zetten. Ik ben heel benieuwd wat het wordt, het is heel wel goed komen. We zijn in de studio. Hier gaat het gebeuren. Ben je het klaar voor Fraulie? Nee. Florian, durf je het aan met ons? Ja, ik, mooi. Nou, let's go. Nou, dat hebben we hier rondom. Wat mooi. Spannend. Nou jongens, de shoot zit erop. Het resultaat hoor ik hiermee even in het verschiet. Wij gaan op naar huis. Ik zou zeggen, vond je dit nou een leuke vlog? Abonneer je en zet een blauw tong omheen. En via het net de chillen te downloaden van je tablet als telefoon. En naar je Tjits Vlog. Hey hoi! Hey, hoi.